Vliegtuigmodus? Ja. Ja, een mooi hoesje. Ja, komt die Scott? Een nieuwe, hè? Die moet je met een randje beschermen tegen die... Oh, we gaan beginnen. Oh. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Gelijke turbo-topper in Twente. AZ en Utrecht dansen de Sirtaki en PSV bedwingt de eerste crisis. Verder is de vinger van Heitinga zichtbaar, is het weer code oranje in Volendam en verliest Groningen weer een degradatiekraker. De speelronden vliegen ons om de oren. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Give the cup today to Ajax. Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten. Ik heb wel wat geldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen. Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we in nog steeds recordtempo proberen alle 9 wedstrijden en alle 18 teams langs te lopen. Vandaag, Pepijn wacht nog steeds op gezinsuitbreiding, dus zitten vaste krachten Tim en Snijboon weer naast mij. En we worden vandaag gecompleteerd door broodheer Sander Schimmelpennink. Welkom terug, Sander, in jouw studio, moet ik zeggen. Ja, nou, het is ook wel eens leuk om niet onze eigen standbeelden op de achtergrond te zien. En wat tap en wat shirtjes. Een beetje VI-achtig, hè? Ja, oh. Zo is het. Ja, als het goed gaat met Twente, dan schrijf je graag aan, natuurlijk. Ja, maar ook als het slecht gaat, hoor, met Twente. Want Twente-supporters zijn in zekere zin wel vergelijkbaar met Ajax-supporters. Ze hebben best wel veel te zeiken altijd. En... ik vind ook wel dat bij het Twente supporter zijn hoort dat het af en toe gewoon slecht gaat. En dan mag het ook echt slecht gaan. Het liefst echt slecht dan. Nou, niet een beetje slecht. Ik vind, het lijkt me niks verschrikkelijker dan een Ajax supporter zijn. Dat je heel boos moet zijn als je tweede wordt. Weet je? Dat lijkt me echt een heel leeg bestaan. We zullen zo uitgebreid over Ajax en Twente hebben. Voor de mensen die je niet kennen, behalve Twente supporter. Je bent schrijver, columnist bij de Volkskrant, documentairemaker, medeoprichter en eigenaar van Tony Media, podcasthost. Maar vandaag dus vooral in het jasje van Twente, supporter. Heel goed. Snijboon, hoe is het met jou? Nou, teleurgesteld in onze volgers. Wat dan? Nou, vorige week had Tim, die vindt het altijd leuk om mijn ongemakkelijke situaties te brengen. Dus het moment dat dan over Arsenal gaat dat ze kampioen worden, roept Tim gelijk. En wat ga jij dan doen als ze kampioen worden? Alsof dat een soort, wat mogen we met je doen? Alsof dat een soort verplicht onderdeel is ervan als Arsenal kampioen werd. En dan de meest gelikte reactie is dan dat ik in een snijbonenpak over de Dam moet lopen. En dan denk ik ten eerste, we zijn toch niet van die aftanse YouTubers die alleen maar van die challenges doen? Ja. En ten tweede ook... Maar even voor... Jij hebt altijd gezegd dat Arsenal niks is. En als ze kampioen worden, ga je iets doen? Of nee, je bent juist fan? Ja, ik ben juist fan van Arsenal. Dus zeg maar... Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet doen als Arsenal kampioen wordt. Behalve gewoon heel dronken worden. Ja. Maar Tim ziet overal eigenlijk een kans in om gewoon iets lulligs met mij te doen. Mag ik heel even juist het opnemen voor onze luisteraars? Want... de gemiddelde voetbalfan zou zeggen... ja, je moet naakt getatoeëerd rennen over een ijskoud veld... en dit is toch hetzelfde. In een snijbonenpak over de Dam wandelen. Ik vind het heel schattig. Ja. Dat is toch prima? Nou, ik had als Arsenal kampioen wordt, doe ik dat wel. Kijk, dat klinkt mij logischer in de oren. Ja, prima. Ja. Tim, dat gaat natuurlijk helpen met jouw doorbraak. Maar hoe is het tot nu met je doorbraak? Nou, ik heb deze week heb ik weer eventjes mijn best gedaan voor de live show. Die staat te wachten aan het eind van dit jaar. We gaan hoogstwaarschijnlijk de Eredivisie afsluiten met een knallend evenement. Hoogstwaarschijnlijk. Ja, met een knallend evenement ook. Zelfvertrouwen uit deze omschrijving. Ja, eventcoördinator van een of andere Belgische gemeente waar 20 man woont of zo. We hebben vorige week gezegd dat je ongeveer de hele zomer vrij moet houden. Zodat je in ieder geval bij kan zijn. Ik heb nu dus pak een potlood en schrijf 2 data. 2 zondagen, 4 juni en 11 juni. Eén van die 2 wordt er waarschijnlijk. Ja. En je gumt er als naast. Maar het is afhankelijk van de afzegging van een echte artiest. Die de zaal dan niet hoeft. Nee, het is afhankelijk of we onszelf overschatten en kiezen voor de grote zaal. Dus we kiezen de grote zaal, denk ik. Ik denk het niet. We zullen zien, jongens. We gaan naar het voetbal. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar het gestrekte been. Misschien even voor jou, Sander. Het gestrekte been is nog steeds een harde voetbalstelling waarin ik jullie 3 even op scherp zet voor de rest van de uitzending. De stelling van vandaag is: Van der Sar moet alle camera's voor de rest van zijn leven vermijden. Tim, kort, eens of oneens? Inderdaad.
Sander, eens of oneens? Nee, want ik vind het wel amusant. Oké, snijden we eens of oneens? Nee, ik ben het wel mee eens. Oké, ik heb het ook bij onze social volgers uitgezet. Ik heb één iemand eruit gepikt die het oneens was. Twan Fokker, want hij is de perfecte partner voor Nopper tijdens jachtseizoen. Dus dat betekent dat hij geen camera's mag ontwijken. Leuk. En meneer De Vink is het eens. Inderdaad, eigenlijk wel uiteraard, zei hij. dat zijn de drie stopwoordjes van Van der Sar. Zijn inderdaad eigenlijk een uiteraard. Ja, het is wel heel erg die man, hè? Maar ik, ja, goed. Maar... Totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Als spreker. Ja, is dat het? Ja. Hij is wel opgeknapt, hè, qua look en feel. Maar qua praten... Feel weet ik niet. Nou ja, feel, daar heb ik ook geen wetenschap van. Maar qua look ziet hij er aanmerkelijk beter uit dan in zijn Ajax-tijd. Was natuurlijk toch een vrij lelijke man met flaporen. Mm-hmm. Maar hij lijkt het zelfvertrouwen... Nu is de knappe man met flaporen. Ja, maar hij lijkt het zelfvertrouwen uit die tijd nog te hebben als spreker. Maar we refereren naar het interview na het ontslag van Schreuder. De persconferentie. Maar Sander... Ja, maar het was ook eerder met dat Overmars-verhaal. Dat was ook echt... Ja, hij probeert zichzelf ook... Niet, zeg maar, hij staat er alleen als het echt moet. Dus hij weet ook dat hij dit niet kan. Nee, als het niet anders kan. Ja, want anders had hij er al veel eerder gestaan. Dus hij schuift het ook zo ver mogelijk voor zich uit. Die drempel die wordt in zijn hoofd maar hoger en hoger en hoger. En dan staat hij daar. En dan heeft er een of andere... Weet je, vorige keer had een of andere communicatieadviseur... waarschijnlijk toen die tip gegeven dat hij lekker nonchalant met zijn flesje water moest staan. Dan stond hij de hele tijd met salto's te maken met dat flesje water. Ja, waar iedereen helemaal zenuwachtig van werd. Dus eigenlijk, hij kan dit gewoon Dus eigenlijk zou hij moeten beginnen met hele onbelangrijke nieuwtjes. Dat hij gewoon de opstelling voorleest of zo. Beginnen bij een hele kleine camera. Dus beginnen met oefenen bij de Ring doorbel van zijn buren. Ja. Dan gewoon rustig daar gewoon de pers in te woord staan. Ja, aanbellen. Ja. Hey, hallo Edwin hier. Ja, het is lekker weer buiten. De reden dat we doen is. Als dat beter gaat, dan ga je bij de ingang van de Albert Heijn, ga je in die camera gaan spreken. Dan helemaal aan het eind kom je weer een keer bij ESPN. Maar is er een kans, even serieus, is er een kans, want hij leidt een bedrijf. Ja. En niet zomaar een bedrijf, gewoon een miljoenenbedrijf. Ja. Is er een kans dat hij buiten de camera om ontzettend wel bespraakt is? Of kan dat niet? Ik denk het niet. En hij is natuurlijk een van de weinige oud-voetballers die zich niet achter het excuus kan verschuilen dat hij zoveel ballen heeft gekopt. Nee, dat is waar. Hij is wel een miljoen keer op zijn heup gevallen. Oh ja? Dat hebben ze een keer uitgerekend. Oh ja. Dus ik weet niet of dat helpt. Ik weet niet of dat... Krijg je daar afasie van? Nee, hij kan dit gewoon niet. Maar hoe belangrijk is dit in zijn functie? Het praten? Ja, je kan toch een goed leider zijn van een voetbalbedrijf... maar gewoon niet zo'n goede communicator? Is zijn baan toch voornamelijk praten? En betekent dus automatisch dat het een te groot deel van zijn baan is? Ik zou zeggen dat je als algemeen directeur... dat je wel twee zinnen achter elkaar moet kunnen zeggen. Ja. Ja, goed, dan is hij dus niet geschikt. Zou hij ermee wegkomen als hij gewoon iemand inhuurt die voor hem praat? Want niemand is perfect, dus stel ze komen gewoon achter... Dat hij kan dit niet, maar hij is wel bekend met zijn eigen... Wat anders doet een baas van een voetbalbedrijf... dan de hele tijd praten met mensen? Ja, weet ik niet. Ik kan me ook niet voorstellen... dat Van der Sar en Excel hele goede vrienden zijn. Dus welk deel het dan wel is, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Maar ik proef medelijden ook, toch? Ja, verschrikkelijk veel. Hetzelfde gevoel als dat je Alexander hoort stotteren bij de troonrede. Ja. Beetje hetzelfde van, volgens mij ben je echt een aardig gast. Wie redt die man? Ja. Moeten zij dan wisselen? Omdat het niet elkaars baan is, dat het dan makkelijker is. Ja, dat zou misschien de troonrede dat hij echt vloeiend herstelpakketten uitdeelt. Dat je er net ver genoeg van afstaat. En dat Willem-Alexander hier dan gewoon het vertrek van Schreuder staat toe te lichten. Ja. Misschien is dat wel goed, even verfrissend. Maar laat Van der Sar niet het grote ongelijk van Cruijff zien. Die zegt toch, we moeten allemaal op topposities voetballers hebben. Ja. Van der Sar deed het goed, omdat toevallig Overmars en Ten Hag geniaal waren. Nou, misschien waren zij als driehoek wel heel goed. Maar dat was omdat die andere twee naar buiten toe dan gewoon heel goed waren. Ja. Het is niet per se een zwakte als je mensen zoekt die complementair zijn aan jezelf. Nee, maar in algemene zin, dat zie je ook in de politiek, is er altijd het verwijt, hè, bijvoorbeeld bij Hugo de Jonge. Ja, hij is nooit hij weet niks van vastgoed. En nu doet hij ruimtelijke ordening, zou ik maar zeggen. Of eerder, hij is geen dokter, dus hij weet niks van volksgezondheid. Bestuur is gewoon een vak. Mm. Weet je, daar hoef je echt niet voor gevoetbald te hebben. Of in de politiek dokter te zijn geweest om volksgezondheid te leiden. Dat is gewoon onzin. We gaan er niet uitkomen, maar hopelijk vinden ze iemand die in de plaats van Edwin in ieder geval in de camera kan kijken. Misschien en kan praten. Tim. Dat lijkt me een verschrikkelijk slecht idee. Goed, we gaan naar de wedstrijd en we gaan naar de wedstrijd van de koploper. En dat was niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Hey, wedstrijd van de week natuurlijk Twente Feyenoord. Vooraf werd er gehamerd op het feit dat beide ploegen bijna kopieën van elkaar zijn. En na 90 minuten bleek dit inderdaad waar. In 90 turbo minuten zetten beide ploegen elkaar onder druk. Maakten het allebei één kopgoal en pakten ze allebei één punt.
1-1 dus. Sander, het ging vooraf over veel gelijkenissen tussen beide teams. Een vraag van Nick Kieran wil weten of er überhaupt nog sprake is van een kloof tussen Twente en Feyenoord. Nou, een beetje wel. Kijk, ik ben natuurlijk, net zoals alle Twente-supporters, heel blij verrast dat ze zo goed meedoen bovenin. Maar je merkt wel op de cruciale momenten dat ze er zelf eigenlijk ook van zijn geschrokken. Dus hè, zo'n Jans, daar merk je aan. Dat is gewoon een fijne coach als het zeg maar meedraait in de subtop. Maar als het echt om topwedstrijden, hè, als je echt kampioen gaat worden, dan is Jans ook weer niet de coach en hebben we ook niet de spelers ervoor. Hè, je mist gewoon echt goede spits. Je mist echt creativiteit voorin. Dus ja, ik vind Feyenoord wel een beter team hebben dan Twente. Er zit nog wel een kloofje tussen. De coaches klein kloofje, ja. De coaches zijn het ultieme verschil tussen deze twee ploegen. Ja. Want Slot is een zieke tacticus. En Tim en ik hadden allebei vandaag dat we ons opeens realiseerden dat Jans hoeft niet eens te weten wat buitenspel is. Want Jans is echt een bestuurder. Ja. Dus die kan gewoon zijn groep leiden. Ja. Dit is natuurlijk een oud Guus leraar. Hiddink-achtig, ja. Dus die kan in principe, als je hem nu bij het handbal neerzet, dan kan hij waarschijnlijk ook best een goede ploeg smeden. En bij het waterpolo ook. Maar ik heb geen idee of hij iets zegt over de linksback, wie die in moet spelen, welke looplijn die moet volgen. Maar dat boeit gewoon Jans misschien ook wel helemaal niet. Terwijl Slot is het andere uiterste. Ja. Die wil gewoon, eigenlijk wil die naar elke speler een touwtje. En dan wil die zelf tijdens de wedstrijd de hete trekken van waar ze heen moeten rennen. Dat is misschien nog wel het grootste verschil tussen die twee nu. Maar eigenlijk zou Twente dus, zeg jij Sander, als ze in de winterstop nog kampioen kunnen worden, een soort van clausule moeten hebben dat ze Ron Jans kunnen inwisselen voor een toptrainer. Nou ja, eigenlijk als je echt een bold move wil doen als Twente, dan moet hadden je inderdaad... Ze maar tot slaan. Ja, sorry, maar je hebt het zo goed gedaan dat we nu kampioen kunnen worden. Ja, en daarvoor ben jij niet geschikt. Dat is geniaal. Want daarvoor heb jij niet de topstop. Nee, maar serieus. Ja. Nee, kijk, nou, dit klinkt heel onaardig, want Jans is natuurlijk een fantastische vent en hij heeft geweldig werk geleverd, maar het is wel hij moet een weg. Nee, maar kijk, als je ja, maar goed, maar en dan moet je ook misschien geen supporter van Twente zijn als je zo denkt. Maar ja, het is natuurlijk wel een hele bijzondere competitie in de zin dat eigenlijk niemand goed is. Dus ja, als je dan Jans eruit gooit en een goede spits aantrekt. He? Sluit een lening af van 5 miljoen, koop een goede spits. Ja, speel je volgend jaar Champions League. Ja, het kan gewoon. Het is altijd als je langzaam denk ik altijd, ja, hij gaat vast iets apart zeggen, maar van tevoren weet je niet wat. Maar als je Jans eruit wilde sturen, had ik niet verwacht vanochtend. Heeft terug in de wedstrijd, jongens, wel genoten, Snijboon? Twee teams die alleen maar weten hoe ze heel hoog druk moeten zetten en moeten aanvallen. En verdedigend moi zijn. Nou, Twente is verdedigend fantastisch. Ze hebben geen goal tegen gehad het hele seizoen zo'n beetje. Dat klopt. We hebben 10 tegengoals of zoiets. Okay, dan baseer ik het vooral op wat ik vandaag zag. Ja, en dat is dat het is bij de laatste wedstrijden wat minder. Maar. Bij elke omschakeling lag er sowieso gewoon 20 meter waar de man met de bal in kon dribbelen. Maar dat maakte de wedstrijd wel echt fantastisch. Want halverwege de tweede helft waren ze allebei ook zo moe dat er ook wel wat foutjes in kwamen. Daardoor kwamen er eigenlijk alleen maar meer kansen. Ja. Twee teams die ook wel gewoon willen voetballen. Dit was wel samen met die gekke pot van de zaterdagavond. Dacht ik hierdoor wel weer van ja. Dit is wel echt de Eredivisie. Ja. Kom jij nog wel eens in het stadion of niet? Weinig. Ik zit vaker in Zweden in het weekend. Dus dan moet je het met de Zweedse... hoe heet die? League? Superliga? Nee, hoe heet het nou? Als Svenskan, natuurlijk. Moet je het daarmee doen. En dat is wel echt hoofdklasse. Oh ja. Ja. Misschien komen we er later nog terug op dat Svenskan. Even nog naar de wedstrijd. Twee momenten, twee leuke momenten, Snijboon. Amateurvoetbalmomenten. Eén is Bijlo. Praat er ons even doorheen. Ja. Bijlo die komt uit, echt kamikaze, maar net op tijd. Dus met echt vliegende tackle, maar wel gewoon op de bal. Echt gewoon het scheermes. Slijt hij een bal uit, maar hij is zelf heeft hij zoveel snelheid dat hij zelf ook al opstaan zo buiten het veld eindigt. En daar vindt hij dus een bal, terwijl Misijan ook weer wil gaan ingooien. En terwijl hij zo terug en gooit zo heel snel die bal op het veld. Ja. Misijan boos, die gooit zijn bal, probeert hij op Bijlo te gooien. En iedereen ruzie met elkaar. En dan was het in dat... Ja, volgens mij in dat die moment, schermutseling raakt iemand Alireza op zijn schouder. En die valt dan weer om. Alsof iemand hem ongelooflijk hard op zijn hoofd heeft geslagen. Ja. En dat vind ik het allergrappigst. Want dat doen terwijl er een VAR is. Al nu best wel lang. Ja. Dat getuigt van zo'n schrijnend gebrek aan je realiseren in wat voor omgeving je bevindt. Ja. En dat, ik vind dat wel heel grappig. Maar kreeg, van die vierde kreeg gezet, Bijlo... Ja. Want, Bijlo kreeg wel geel. Ja, maar dat was echt ja, niet oké. Okay, want als hij gewoon had door kunnen voetballen, was de goal natuurlijk leeg. Want die Bijlo die stond buiten de lijn. Ja, maar nou vraag ik me wel af of er een andere Twente-speler al in de buurt was.
om die goal te maken. Nee, dus ja, ik zat wel te kijken, te vangen van Misitjan, ja, ingooi. Dus, ja. Terwijl ik aan het kijken was, dacht ik wel van, het is toch helemaal niet nodig, want Misitjan is daar helemaal in zijn eentje, want het was een lange bal en de enige Twente-speler voorin die genoeg snelheid heeft om dat te belopen is Misitjan. Na 10 minuten kwam de rest van Wolfswinkel en Tjerny staan dan nog in je eigen 16, zeg maar. Ja. Ja. Maar wel, ik vind ze, ja, ik vind dus het feit dat het twee van die teams zijn die echt voor dat mooie voetbal staan, maar dat er dan ook zulke dingen gebeuren, puur door de spanning die ze ook allebei wel voelden. Ja, ja, wel echt heel leuk. Schitterende pot, Tim. Arne Slot achteraf. 1 penalty moment, wil ik er nog heel veel over hebben. Even jouw mening, was de penalty of niet, Tim? Ja, penalty. Heel duidelijk. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Is nummer 2 is AZ. AZ speelde thuis tegen Utrecht. Het was 90 minuten lang reclame voor de Eredivisie en voor Griekenland. Een waanzinnige wedstrijd met een krankzinnig scoreverloop. Eindigde uiteindelijk in 5-5 met 2 Griekse hat-tricks. Op basis van het entertainment hadden beide ploegen 3 punten moeten krijgen. Maar dat zijn de regels helemaal niet. Tim, was dit een betere reclame voor de Eredivisie of voor Griekenland? Ik denk toch wel de Eredivisie. Gaan niet meer mensen nu naar Griekenland op vakantie? Ik denk toch altijd van die... Ja, nu deed het zo'n reclame van toerisme in Zwitserland. En dan zie je zo'n hele knappe vrouw zie je dan skiën en in zo'n hot tub zitten. Denk je dat ze dan gewoon een samenvatting van deze wedstrijd doen? Met de Visit Greece eronder. Nee, maar waar ik me aan heb best wel aan heb geërgerd aan het eind van deze wedstrijd, is dat ze... De tendens is, dit is een feest voor de neutrale kijker. 5-5. Maar, komt er altijd bij, het is een nachtmerrie voor trainers. En dat snap ik dus niet. Want Pascal Jansen, die is dan trainer van AZ, gaat hartstikke goed. Je hebt 5-5, de allermooiste wedstrijd ooit. En die heeft zich dan kapot geërgerd. Maar, ja. Dat betekent dus dat hij tegen goals eigenlijk zwaarder weegt dan gescoorde doelpunten. Ja. Want anders zou hij na elke 0-0 ook woedend moeten zijn. Ja. Dus dit was toch eigenlijk superleuk. Silberbauer van Utrecht was eigenlijk de andere kant. Die vond het een leuke wedstrijd. En die zei van, van de 5 tegen goals ook wel wat veel. Dat is wel een patroon bij trainers. He, die winnen gewoon liever met 2-0 dan met 4-2. Snap je? Ja, nee, zeker. Dus die tegengoals doen gewoon pijn bij trainers. Want dan is hun tactische plan niet nageleefd. Nee, maar als je zegt, het is een publiek sport, dan is het toch juist lekker als je 5... Ja. Dan heb ik liever 5 doelpunten voor en 5 tegen. Totaal als ik eens. Ja. Ja. Maar clean sheet is een heilig ding, hè, in trainers. Ja, dat is waar. Ja. Zo is het. Misschien Pascal Jansen ontslaan. Dat zou kunnen. Ik ben altijd voor het onverwacht ontslaan van mensen. Ja. Dus maar Tim, goed dat je er bent. Niet heel onverwacht. Maar we moeten wel even een regel verzinnen, Gijs. Voor als je 5 doelpunten maakt, moet je gewoon extra punt krijgen, vind ik. Ik heb er een idee voor. Ja? Nou, dan moet je even die jingle instarten, Gijs. Okay. Even om het even op te leuken. Wat is dit nou voor regel? Lang geleden dat ik deze heb gehoord, hè? Nee, leuk dat je mee hebt genomen. Leg even uit wat dit ook weer was, Snijbo. Nou, hier met deze rubriek mogen wij zelf regels meenemen die het voetbal leuker, beter dan wel meer spectaculair maken. Ik zei tegen Gijs, ik appte jou volgens mij vannacht nog. Ja, om 10 voor 1. Ja, ik zat in de Uber naar huis. Ik was die samenvatting aan het kijken en... 5-5, dus ik app Gijs. Ik zeg bij 5-5 moeten allebei de ploegen gewoon 3 punten krijgen. Dus ik heb het daar vandaag met Gijs over. En Gijs natuurlijk, hè, die komt gelijk met hoe mensen ook oneigenlijk gebruik kunnen maken precies, van die regel. Akkoordje. Ja. Allebei 5 eigen doelpunten. Dus ik denk, je hebt een VAR, je hebt een scheidsrechter. Je hebt 2 mensen die kunnen beoordelen of je de regel en de wet hebt nageleefd. Als jij 5 keer scoort, maar je speelt gelijk of je verliest... Maar de scheidsrechter en de VAR zijn het erover eens dat er gewoon eerlijk gespeeld is. Dat je gewoon je best hebt gedaan. Dan kunnen zij jou gewoon die 3 punten toekennen. Ik heb de Maas in de wet. Dan moet je zo'n Sven van Beek in je team hebben. Ja. Die kan gewoon 5 keer zijn eigen goal. Ja, jongens, dit was eerlijk. Ja. Precies, want hij heeft een track record. Ja, dit doe ik al mijn hele carrière. Ik doe gewoon mijn best. Ja. Oké, dan doen we deze regel. Starten met Sven van Beek, stop met voetballen. Ja, dat is goed. Dat is akkoord. Leuk idee. Oké, jongens, we gaan door naar de nummer 3. De nummer 3 is PSV. PSV speelde thuis tegen de Go Ahead Eagles. En het cliché van hard werken om uit een crisis te komen was van toepassing op PSV. De mannen van Captain Haddock begonnen fris en goed tegen het inmiddels reeksloze Go Ahead. Ondanks ballen op de paal, lat of handen van verdedigers op de doellijn, wonnen de Eindhovenaren verdiend met 2-0. En maakte aanwinst Dean Lewis ook nog zijn debuut voor PSV. Snijboon, Veerman nog weer een keer starten. Ja, en dat was wel even geleden. En ik vond hem dik. Veerman lijkt niet heel veel krediet te hebben bij Van Nistelrooy. Maar Van Nistelrooy... Dik als in overgewicht? Ja. Van Nistelrooy is zo'n ultieme topsporter. Die kan het gewoon niet hebben
dat iemand als Veerman zo goed is, maar niet mee verdedigt en gewoon eigenlijk zijn taken niet uitvoert. Dus hoe belangrijk hij ook dan is in balbezit. En ik denk dat hij hem heel vaak stiekem misschien wel had willen brengen de afgelopen weken, of gewoon met hem had willen starten. Maar hij wist gewoon, ik moet dit doen om een punt te maken naar Veerman. En nu heeft hij blijkbaar, is hij zover dat hij dus zegt, oké, je bent er weer klaar voor. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dit op de lange termijn verschrikkelijk goed is voor de carrière van Joey Veerman. Dat Ruud van Nistelrooy gewoon niet tevreden is met dat Joey Veerman aan de bal een fantastische eredivisie-speler wordt tot het eind van zijn carrière. Want hij moet wel gewoon zijn verdedigende taken uit gaan voeren om echt nog beter te worden. En ja, best wel vet van Nistelrooy, vind ik eigenlijk. Ja, de andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat je kan zeggen, je moet spelers in hun kracht gebruiken. Je kan ook zeggen, als Joey Veerman niet hoeft mee te verdedigen, dan wordt hij misschien een ongelofelijke nummer 10. Ja, maar die Joey Veerman types op die manier, die bestaan niet meer in het topvoetbal. Dat zijn de Özils van vroeger. Ja, ja. Die bestaan gewoon niet meer. De moderne nummer 10 is iemand die eigenlijk ook gewoon heel hoog druk kan zetten en eigenlijk het begin van de verdediging is. Nee, en dat is waar. Als Joey Veerman dat inziet en zo ver komt, dan is er misschien nog wel een stapje boven PSV. Als hij dat niet doet, dan is dit gewoon zijn top. Bij Twente hadden we ook zo'n jongen ooit. Koert van de Paar. Ken je die nog? Was een Belg? Ik ken jullie over welk decennium Koert van de Paar. Nee. Rond 2000. Oh, zijn jullie daar te jong voor? Toen was ik 8. Koert van de Paar was een fantastische nummer 10 van Anderlecht. Maar die weigerde mee te verdedigen. Was ook zo'n gast. Ja. Het is uiteindelijk onder Hansie Meij. Ja, god. Ja. Laat maar, jongens. Ik voel me nou fucking oud. Koert van de Paar kijken, jongens. Onze kijkers zijn nog jonger dan wij. Nee, maar je had toen Koert van de Paar en Chris de Witte. Weten jullie dat nog? Chris de Witte wel. Ja, die maakt een salto als hij had gescoord. Ja. Koert van de Paar. Ik was altijd meer gefocust op die salto's dan op de jongeren die mee verdedigden. Ja, misschien wel de belangrijkste transfer voor PSV. Ernest Stewart, nieuwe opvolger van John de Jong. Zullen zien wat hij ervan bakt. Nou, Gijs, hij heeft het ongelooflijk hoog in zijn bol gelijk, hè? Is het zo? Nou, ze willen Elanga huren. Ze zijn nu bezig met Thorgan Hazard. Oh, ja. Dus Ernest Stewart is wel... het is Ernest tegenwoordig. Hè? Vroeger was het Ernie, toch? Ja. Waarom noemen jullie Van Nistelrooy Captain Haddock vanwege zijn looks? Hij lijkt echt perfect. Ja, maar qua karakter is het juist een heel zachte aardige Brabo natuurlijk. Je bedoelt hij niet echt kapitein? Nee, nou ja, maar Haddock is toch gewoon... Duizend bom en genade. Ja. Nou ja, ik hoor hem alleen maar met een zalvende stem. Nou, Van Nistelrooy, als voetballer had hij ook wel een akelige kant, hoor. Ja, hij was een Duitser. Ja, maar dat gaat dus niet zomaar veranderen. Nee, dat is waar. En Captain Haddock, is dat niet een Duitser? Captain Haddock. Ik heb hem gevonden, hoor, Koert. Wat een zalig mannetje, zeg. Koertje van de Paar. Koninkie, man. Oh, ja. Oh. Aan het eind van zijn scheerbeurt is een mesje gebroken. Dat is toch ook verdrietig. Dat was echt een legend. Het was een klein mannetje. Een fantastische trap. Echt een goede team. Gijs, denk je dat we binnen de drie kwartier gaan blijven vandaag? We gaan in ieder geval ons best doen. Maar we wensen voor eerst Ernest Stewart even succes de komende weken. Om inderdaad al die grote namen binnen te hengelen. Ik ben benieuwd. Maar we maken twee dagen. Eerst een uitstapje naar buitenspel. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu behalen. Edwin, buitenspel. Met buitenspel nemen in ieder geval Tim en Snijbo niet mee van buitenlijn. En wellicht jij ook wel. Ja. Tim, beginnen bij jou. Iñaki Williams. Dat is een middenvelder, Ghanese middenvelder van Atletiek de Bilbao. Die is 28 jaar. En hij miste zijn laatste wedstrijd toen hij 21 was. Wow. Hij heeft een record op zijn naam. Hij heeft 251 duels achter elkaar gespeeld. Bijna 7 jaar lang, maar afgelopen weekend heeft hij Celta de Vigo thuis moeten missen wegens een knieblessure. Ach, wat erg. Maar dus 7 jaar lang. Ongelooflijk. Ook als voorhoedenspeler is dat helemaal bizar. Ja, en hij is hij speelt ook zo intens. Gewoon alleen maar rennen, vliegen en kracht. Ja, maar is hij is nooit vroegtijdig gewisseld ook. Ja, altijd gestart. Okay. Nee, hij speelde altijd 1 minuut en dan werd hij uitgehaald. Heel graag een record. Dat zeg. Jammer. Ja, jammer. Nu moet speelde zijn broertje wel? Dat weet ik niet, Simon. Geen lastige vraag. Ook Nico. Geen lastige vraag. Snijbo, wat heb jij meegenomen? Nou, Astra Giurgiu. Dat is een club uit Roemenië. Die hebben in 2016 werden ze kampioen en hebben ze nog West Ham verslagen in de Europa League. Mm-hmm. Maar die zijn profclub af. Dus die zijn in een goede 6 jaar zo afgegleden dat ze ondertussen in de derde divisie speelden. En door sancties van de FIFA konden ze geen spelers meer inschrijven. Dus konden ze niet 7 spelers aan het startschot van de afgelopen competitiewedstrijd laten beginnen. En toen hebben ze gezegd, ja, pak onze proflicentie maar af, want dit gaat niet meer lukken. En ze hebben dit seizoen doelsaldo 0 voor 66 tegen. Nou, netjes. Dus de weg omhoog was ook wel een lastige. Ja. Maar Astra Giurgiu is geen profclub meer. Ah, alle groot fans, verlies. Alle, ja, precies.
Sander, jij zei dat je bent regelmatig in Zweden. Je bent ook regelmatig in het stadion. Ja. Kunnen we daar misschien een buitenspelletje aan linken? Ja, nou kijk, er is weinig wat wij kunnen leren van de Zweedse als fans kan. Want het niveau is echt heel erg slecht. Maar wat ze in ieder geval bij IFK Göteborg, trouwens een hele grote club in Europa nog in de jaren 80. Hè, twee keer UEFA Cup gewonnen destijds. Speelde ook nog vaak Champions League daarna. Koert van der Paar nog gespeeld? Nee, Koert van der Paar heeft er niet gespeeld. Was daar anno nu de beste speler geweest. Maar goed, wat ze daar wel hebben is toch het land van ABBA, van Avicii. He, muziek, ze hebben daar fantastische clubsongs waar ze mee beginnen. Dus kijk, als je de Kuip binnenkomt... Om nog maar te zwijgen over het Friese volkslied. Het Friese volkslied. Bij Twente hebben we ook een beetje... Het is allemaal een beetje matig, weet je wel. You Never Walk Alone. Vertiefde versie van Liverpool, laten we eerlijk zijn. En zij hebben daar gewoon een clublied laten schrijven door een lokale zanger. En dat is het mooiste clublied van Europa. Ja, vet. Ja, en dat hebben meer clubs daar. Dus het wordt echt fantastisch mooi. En die supporters kunnen ook zingen. He, dus wij hebben simpele liedjes, omdat onze supporters niet kunnen zingen. Dat zijn boeren die gewoon... En als het dan en groep klinkt het nog oké. Ja. Maar zij lijken allemaal te kunnen zingen. Dus het klinkt heel erg mooi. Dus ik kom feitelijk alleen voor het liedje. En dan moet ik 90 minuten echt modderworstelen aanschouwen. En eet ik wel een goede worst en bier en ga ik weer naar huis. Vet. Ja. Maar zing je mee of niet? Ik zing inmiddels mee. Snart Guiner Poseidon heet het nummer. Klinkt al mooi. Binnenkort schijnt Poseidon weer. Hoor je maar niet, hè? Dan verwijs ik naar de zonvloed waarschijnlijk of zoiets. Ja. Goed, jongens. Ja. Leuk. We gaan terug naar de Eredivisie. En terug naar de nummer 4 van de Eredivisie. Want dat is Ajax. Ajax speelde uit bij Excelsior. Na het ontslag van Schreuder zocht Ajax naarstig naar een kale trainer in eigen gelederen. En Heitinga kwam het dichtst in de buurt. En met Heitinga en Bessie ook trouwens op de bank. Ging Ajax met 1-2 rusten. Maar gaf het ook reuze kansen weg. De tweede helft ging een stuk makkelijker. En wandelde Ajax met twee heerlijke goals naar 1-4. En de eerste overwinning in 8 wedstrijden. Sander, even naar het beleid van voetbalclubs. Hoe kijk je daar tegenaan? Alfred Schreuder eruit, Heitinga erin, alles lijkt goed. Ja, maar zo gaat het vaak. En kijk, dat Schreuder ooit werd aangesteld als coach van Ajax, dat bekijken wij als Twente supporters natuurlijk met heel veel verwondering. Want ook in zijn Twente-tijd was het een hele impopulaire trainer bij de supporters. Heel saai voetbal, heel berekenend. Werd altijd hem een soort van mythische krachten toegedicht door bestuurders vaak. Dus de grote vraag is, waarom is Schreuder zo populair bij voetbalbestuurders? Hoe verkoopt die man zichzelf bij clubs? Want bij supporters heeft hij het nooit verkocht. En bij spelers volgens mij ook niet. Is gewoon heel duidelijk dat die Ajaxide gewoon helemaal niet door het vuur wilde gaan voor hem. Dan werkt het inderdaad zo dat als je er dan iemand neerzet, maakt eigenlijk niet uit wie, dat er dan zo'n Korbach-effect is. Gewoon ook anno 23. Die kent ook niemand. Jawel, die kennen nog wel. Jawel, het Korbach-effect is gewoon... Zeker. Ja, ja, ik snap het. Maar ik heb altijd het idee dat voetbalclubs op een soort van, eigenlijk is elke profclub is ook een amateurclub. Ja. En zo worden ze ook een beetje geleid. Dus hoe verhoudt... En dat is de charme van voetbal. Ook. Ja, maar dus hoe kan het niet. Jij weet dat beter dan ik. Zeker trouwens. Hoe verhoudt zich dat tot andere bedrijven? Dat soort van... Nou, er is gewoon veel meer emotie in voetbal. Ja. En waar emotie is, worden minder rationele beslissingen genomen. En voetbal is gewoon ontzettend emotioneel. Dat maakt het leuk, maar dat maakt ook dat de bestuurlijke kwaliteit vaak heel laag is. Ja. Maar maakt dat ook voor een normale bestuurder veel moeilijker? Want Jan-Joos van Gangelen was hier precies een week geleden. En die zei dat die hele capabele mensen uit het bedrijfsleven ontzettend nat heeft zien gaan binnen de voetballerij. Ja. Omdat het zo'n andere manier van besturen ook is. Ja. Dus het is niet zo simpel als je zet een topman van de KLM neer. Het is heel macho. Uiteindelijk heerst er veel meer een cultuur van wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt zijn sponsoren. Die willen invloed. Die gaan mekkeren in de skyboxen. Weet je wel? Je kan een supercapabele man die allerlei bedrijven groot heeft gemaakt daar neerzetten. Als het tegen gaat vallen, dan gaan dingen schuiven. Het is gewoon gekonkel. Het is verschrikkelijk. Het is eigenlijk sponsoren afschuwelijk. Zijn eigenlijk aandeelhouders on steroids. Ja. Dus wat jij altijd zegt, het is heel moeilijk om een bedrijf te leiden waar tientallen miljoenen afhangen van binnenkantpaal of buitenkantpaal. Ja. Dat ook, de geluksfactor ook is waanzinnig. Ja. Ja. Terug naar de wedstrijd. Tim, was de logische opstelling van Ajax? Bessie op de bank, Tadić in de spits weer. Nou ja, ik ben blij dat Brobbey eindelijk ontmaskerd wordt door iemand. Want omdat we toevallig 18 miljoen voor die man betaald hebben, denkt iedereen dat hij heel goed is. Maar Brobbey is gewoon een hele matige spits. En, zo. Ja, maar dat vind ik echt. Ja. En Tadić
dat is wel de enige een sympathieke jongen. Heel veel filmpjes op social media maken met die jongen. Ja, heel veel likes. Heel hoeveel leuk. Van die films moet je maken voor 18 miljoen, denk je? Dat zich wel terugbetaalt? Ja, mag je nog 18 jaar onder contract? Nee, maar de enige plek waar Tadić nu nog van waarde kan zijn, is denk ik ook serieus daar in de spits. Dus met zijn kont tegen de verdedigers. Want je moet Bergwijn opstellen. Je kan zeggen van zet die man rechts buiten. Nee, niet doen. Bergwijn heb je voor 30 miljoen plus gehaald. Ja, ik weet het. Het is emotioneel, maar je moet die man gewoon opstellen. Wat een geld, hè? Ja. Oh, 18 miljoen en 30. Maar Tadić is daarin toch... Hoort hij daarin bij de beste 3 ter wereld? Met zijn billen naar de Nou, ik merk wel, omdat hij nu wat ouder is, dat het iets minder wordt. Maar hij was zeker nummer 1. Ja. Echt? Maar dat is ongelooflijk. Ja. Want je weet die Tadić variant, toch? Ja, natuurlijk. Ja, de Champions League altijd. Een van de redenen dat Ten Hag dat deed, is omdat Tadić krankzinnig balvast is op die manier. Ja. Want hij is helemaal niet zo super groot. Nee. Maar hij kan dus wel tot zijn 60ste bij Real Madrid tijd trekken. Dus dan komt hij in de 88ste minuut in. Dan gaat hij aan de cornervlag met zijn billen. En houdt hij 11 man houdt hij van zich af. Dit sluit weer zo goed aan bij mijn pleidooi dat er meer specialisten in het voetbal moeten komen. Ja. Dus je hebt een tijdrekker nodig. Er moet iemand inkomen voor vrije trappen. Ja. Theo Jansen? Ja, James Ward-Prowse. Of James van Southampton. Of Theo Jansen. Gewoon echt zo'n... Maar wat, ik ben het wel met je eens. En wat mij opviel na die Van Gaal variant in 2014 met Tim Krul voor Cillessen. Penalty specialist. Heb ik dat eigenlijk nooit meer gezien. In een grote wedstrijd. Terwijl het is zo'n no-brainer. En het werkte toen ook. Ja. Bij Chelsea hebben ze het wel een keer gedaan. Maar het is niet... Toen wilde de eerste keeper niet uit. Nee. Net als waar. Ja. Maar daarom wil ik dus ook heel graag dat je bij voetbal door kan wisselen. Ja. Want er komen allemaal hele Gaat nieuwe spelers daar opeens. Ten goede. Ja. En nog even jongens. Blijft hij er gaan zitten, Snijboon? Je ziet al heel veel leuke namen voorbij komen altijd. Over de opportunisten van de voetbalwereld gesproken. Ja. Echt... Als hij te gaan nog 3 dagen later was gepresenteerd, dan was waarschijnlijk Johan Cruijff ook nog als optie weer voorbijgekomen. Het ging van Bielsa naar Jordi Cruijff. Naar Frank Rijkaard wordt ook altijd genoemd, terwijl die zit er echt niet meer op te wachten, volgens mij. Nee. Van Gallardo tot Pochettino tot Peter Bos, tot Wenger. Luis Enrique. Letterlijk iedereen wordt genoemd. Ja. En John Heitinga wel echt petje af, want hij had best wel een duidelijk pad naar de top, het geleidelijke pad naar hoofdtrainer zijn van een grote club. En daar is hij nu dus van afgestapt om Ajax te helpen. Maar je ziet dus ook bij best veel trainers... Ja, maar Snijbe, ik vind dat veel te positief bekeken vanuit jou. Hij krijgt gewoon nu de kans om eerder trainer te worden van Ajax 1, wat altijd zijn doel was. Dat is een enorme opoffering van Johnny Heitinga. Daar hadden we toch als speler ook niet heel veel voor gegeven, dat ook nog hoofdtrainer van Ajax zou worden. Nee, we hebben toch wel ook heel veel mensen op deze manier op zien branden. Ja. Dat ze opeens wel een beetje dat vertrouwen erin hebben. En dat ze voor een ploeg worden gezet. Waar ze eigenlijk op de lange termijn nog helemaal niet klaar voor zijn. Ik vind het leuk dat je zo positief bent. Je bent positief, Snijman. Heel goed. We gaan zien of je blijft zitten of niet. Maar voordat we dat eigenlijk gaan weten, gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat is NEC tegen Sparta. En de Goffert in Nijmegen leek zaterdagavond de weerspiegeling van de maatschappelijke ongelijkheid die Sander zo aan het hart gaat. NEC leek veel beter opgeleid. Kreeg veel meer kansen dan Sparta. Maar wist die kansen niet vaker dan 1 keer te benutten. Zo kon Sparta ondanks de kansongelijkheid een punt meenemen. Speelt NEC voor de 11e keer dit seizoen gelijk. En Sparta voor de 2e keer deze week. 1-1 dus. Tim, tevreden? Ik ben heel tevreden, want ik had kaars voor deze wedstrijd. Huh? Ik zou naar NEC Sparta gaan. Waar het niet dat mijn tante 50 werd, waar ik net van hoorde dat het niet mijn tante is, maar mijn nichtje. Dus ik kon niet naar die... Het klinkt alsof er een ziek familiegeheim is vrijgekomen bij jullie. Ja, ik weet nooit het verschil, maar... Maar, Sander zei net dat hij wel eens mensen op een onverwacht moment ontslaat. Hè? Dus kan zomaar in. Maar hij kan het nu niet doen, want dit is te voorspelbaar. Ja, okay, dat is waar. Maar wat zou je doen in Nijmegen bij NEC en NEC? Sorry, Sparta. Nee, ik zou met een vriend van mij, we houden van excentrieke voetbalwedstrijden bekijken. En we hadden kaartjes gekocht voor NEC Sparta. En hij is gegaan. Gaat echt nooit naar het stadion. Oké, we houden ervan om erover te praten. Maar nu hadden we het echt ook daadwerkelijk kaartjes. Maar hij is wel gegaan. Dus ik was blij dat het niet 5-5 was. Anders had ik het wel echt kut gevonden. Oké, allebei een puntje dus. NEC voor de 11e keer dit seizoen gelijk. En Sparta blijft keurig op plek 6. Keurig, ongelooflijk knap op plek 6. Gaan we door naar Heerenveen tegen Vitesse. Van de miljoenen die Heerenveen gaat verdienen aan de transfer van Sar werd een groot deel geïnvesteerd in vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd. Achteraf hadden ze het geld beter gewoon in spelers kunnen investeren. Want Heerenveen kwam nog wel voor, maar Vitesse werd veel sterker en won uiteindelijk goed en verdiend, mag ook eens gezegd, met 1-3. De eerste Arnhemse overwinning sinds oktober, maar ook de terugkeer van Davy Prupper als prof. Prupper als prof. Lastig. Snijboon, welke is belangrijker? De overwinning of Prupper als prof? Prupper als prof is wel een hele interessante. Jij gaat er makkelijker af. Prupper, volgens mij heeft... Ik had dit kunnen checken, maar bij een goed verhaal is het altijd leuker om het niet te checken. Naar mijn weten heeft PSV een transfersom betaald voor Davy Prupper toen hij kwam.
Hij tussen is een 3 jaar, en 6 miljoen, als ik nu moet gokken. Een jaar geleden heeft hij besloten, ik wil geen profvoetballer meer zijn. Is er waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst getekend met PSV, waardoor die transfer vrij was. Mm-hmm. Een jaar later besluit hij, ik wil toch wel weer profvoetballer zijn. Mm-hmm. Ik teken bij Vitesse. Ik ben nu dus heel benieuwd. Jij zou gaan verhalen als advocaat van PSV. Ja, dus wat staat er in die vaststellingsovereenkomst? Wat krijgt PSV nu bijvoorbeeld nog? Of wat heeft hij af moeten kopen toen hij daar wegging? Misschien heeft hij wel echt miljoenen neer moeten leggen om te kunnen stoppen met voetballen. Ik ben heel benieuwd wat daar nu achter, achter de schermen speelt. Of is dan opeens de voetballerij heel menselijk? Heeft PSV gedacht, oké, we verbranden hier 4 miljoen bijvoorbeeld. Mm. Dat kan je niet voorstellen. Ja, Transfermarkt is een redelijk ingewikkelde website, merk ik nu. Snijbo, kun jij dit even uitlezen? Hoeveel die gekost heeft? Dat transfervrij staat er, denk ik. Ja. Ja. Nou, dat is wel logisch. Maar het was wel een leuk verhaal. Ja. Verhalen. Misschien is het bij PSV ook vergeten. Het heeft ons heel veel geld gekost. Vanochtend hebben ze dit even gecheckt. Toen dachten ze, Het is wel interessant, want hij zei van... want hij voelde zich niet comfortabel in de voetballerij, Prupper. En hij heeft nu gezegd van ja, ik hoef me ook eigenlijk helemaal niet comfortabel erin te voelen. Wat stond hem tegen aan de voetballerij? Volgens mij redelijk de bal. Kleedkamers. Eendimensionaliteit van het bestaan. De kleur van het veld. Echt waar? Ja, maar dat was diepere gedachte. Ja, zeker. Van, ik vind het een gewoon te stomme wereld. En zijn broer, aanvoerder van Twente, die hebben ook een... dat zegt wellicht iets over de voetbalwereld. Die hebben een boekenclub en dat is heel speciaal. Dus die denken maar dan echt. Ja, die denken ook iets meer na over dingen buiten het voetbal. En dan, dus. en dan niet zoals Nkufo, die ooit werd gesignaleerd met een boek. En sindsdien de intellectueel of de professor werd genoemd, maar zij lezen echt boeken. Nee, zij lezen echt boeken. Ja. Oh, hier, PSV betaalt geen transfersom van Prupper. De Eindhovense club hoeft alleen een aantal bonus te voldoen aan Brighton en Hove Albion. Deze komen komen over 2 jaar gemeten uit op maximaal 2 miljoen euro. Okay. Dus, en dat was in 21, 22, 23, ja dan... Nou, we sturen het op naar de advocaat. Ja, het is toch een miljoen. Als er wat kan. Dus misschien heeft hij 1 miljoen betaald. En anders is PSV hartstikke aardig. En we zullen zien wat Heerenveen de komende periode gaat doen met 12 miljoen. Veel dus opgebrand aan vuurwerk. Mooie transfersom voor Sar. Nu kunnen ze wel laten zien of ze goed beleid hebben of niet. Want Sparta had 7 miljoen verdiend aan hun keeper. En hebben dat echt perfect geïnvesteerd in de selectie. Ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren bij Heerenveen. Goed, Tim. Maak een uitstapje. Wat een bedrag, een keeper van Sparta voor 7 miljard. Een miljard. 7 miljard, ja. Dat is niet normaal. Goed geïnvesteerd. 7 miljoen nog steeds, weet je. Voor een keeper van Sparta. Een goede keeper. Tim. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Zoals jullie weten pas ik mijn weetje altijd aan een gast. Sander, ik heb er nu een weetje over AEK Stockholm. En hij is ingestuurd door Tom Michels. Dit was namelijk officieel de saaiste kampioen ooit. Want zij werden kampioen in 1998 met de minste goals van de hele competitie. Nee. Namelijk, in 26 wedstrijden scoorden ze 25 keer. Nee. Ja. Ja. En hoeveel tegendoelpunten of weet je dat niet? 15. Wauw. En ze hebben van die 25... Allemaal 1-0'tjes. Ja, en van die 25 goals waren er 3 eigen goals ook nog. En de topscorer maakte er 5. Nou ja. En de twee ploegen die degradeerden scoorden 26 en 27 keer. Ja, maar dit is wel de Zweedse competitie. Dus het is niet alleen heel slecht. Het is ook nog eens heel saai. Het wordt heel weinig gescoord. Maar Stockholm heeft een heerlijk clublied, heb ik gehoord. Maar ik kan me met zo'n positief doelsaldo haast niet voorstellen dat je genoeg punten scoort. Dus dan die tegengoals zijn dan echt in een paar wedstrijden maar gevallen. Ja, of zo. Precies. 2-6-0 of zo. Ja. Ja, dat moet het zijn. Het is echt zo'n nationale wetenschapsquizvraag. Weet je wel? Nou, de saaiste kampioen ooit was het. Oké, duidelijk. Dankjewel, Tim. Leuk. Gaan we terug naar de laatste 3 wedstrijden van het weekend. Om te beginnen RKC tegen Emmen. De professionele sprokkelaars uit Waalwijk namen midweeks een punt mee van Sparta. En Emmen won zelfs van 10 PSV'ers. Zaterdagavond was RKC veel beter. En kwam het verdiend met 2-0 voor. Na een rode kaart voor RKC bleek het tegen deze Brabanders moeilijker dan tegen 10 PSV'ers. Emmen kon ook tegen 10 man niks uitrichten. En zo bleef het bij 2-0. Voor RKC dus, Snijbom, wat voor jou? Nou, RKC staat 10e, toch? Ja. Dat is ongelooflijk. Ik vind dat net zo ziek als dat Sparta 6e staat. Zeker als je bedenkt dat Oosting dit doet met een selectie met Michiel Kramer, Bakkali, Bellassani en Seuntjes. Dus hij moonwalkt blind achterste voren door een mijnenveld. En het gaat gewoon de hele tijd goed. Want met die spelers is het echt een kwestie van tijd voordat er een bom ontploft. Ja, of hij is dus de allerbeste people manager ooit. Ja, dus dan moet hij er eigenlijk nu uit. Precies. Toch moet een betere coach komen. Nou, als je rond plaats 4 komt te spelen, dan... Met RKC. Met RKC. Maar het is echt niet normaal dat die club 10e staat. Ja.
Ja. Het is echt heel knap. Ik heb echt een hekel aan RKC. Ja? Ja, omdat het gewoon karakterloos is of zo? Ja, gewoon Waalwijk. Dat hoort niet in de Eredivisie. Ja, het is gewoon een kleine... Het is gewoon een, ja, het is niks. En ze doen het altijd goed. Je was goed bezig, hè, tot nu toe. Ja. Nee, maar ze doen het altijd heel goed. Nee, maar groot compliment. Alleen, ja, qua clubgrootte. Als je ziet wat er nu in de Eerste Divisie voetbalt. Ja, wat doet Waalwijk dan in de Eredivisie? Ja. Maar goed. Maar daarvan denk ik dus wel altijd dat bepaalde clubs en regio's het gewoon ook heel slecht aanpakken. Want het feit dat je in Den Haag niet een structurele eredivisieclub gewoon op poten kan zetten, ook commercieel gezien. Die mandenmakers zitten er toch ook achter. Dus hoe onschuldig de logo van Waalwijk er ook uitziet, daarachter gaat prima geld. Dat is heel slim, hè? Ja. Met één grote keuken, dat stadion. Iedereen zat alles overal te bakken. Zijn we toch van die oude eigenaar die toen die man van de Fiat had opgesloten in de WC? Ja, Piet, hoe heette die ook alweer? Ja, we gaan hem niet opzoeken, jongens. RKC won met 2-0, pakte 3 punten. En Emmen blijft zowel in de gevarenzone op plek 16. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat is Cambuur-Leeuwarden tegen Fortuna. We hebben net gekeken, de 16:45 wedstrijd op de zondag. De Sjors Ulté Derby leek in het voordeel van Cambuur te eindigen tot aan minuut 75. Toen nam de VAR de regie in handen. In plaats van rood voor Fortuna en een penalty voor Cambuur, werd het geen rood voor Fortuna. En wel een penalty voor Fortuna. Na de 1-1 van Yilmaz nam Fortuna de regie weer over. Kwam het op 1-2 en trok deze zwaar bevochten zegen over de lange streep naar Sittard. Sander, spelers juichen nooit tegen een oude club. Hè? Dat doen ze altijd heel beschaafd. Maar hoe zit dat met trainers? Want Ulté is onlangs overgestapt van Fortuna naar Cambuur. Zou hij dan, stel hij had gewonnen, mocht hij dan juichen? Hij is niet overgestapt. Dat is wel even nuance. Hij is ontslagen bij de ene. Mag je dan wel juichen? Ik vind überhaupt dat je gewoon mag juichen tegen je oude team. Ja, je hoeft niet met middelvingers voor het thuisvak te gaan staan. Dat is niet juichen. Ja, sorry, ik zit heel vaak op Twitter en daar juich je wat anders. Maar daar gaat het om gelijk halen. Nee, maar ik heb helemaal geen. Volgens mij is dat er een beetje gelul dat niet zou mogen. Helemaal dus als ook trainer. Als trainer. Maar als trainer moet je niet juichen. Moet je onderkoeld glimlachen en de andere trainer een handje geven. En doen alsof je al lang wist dat je ging winnen. Ja, inderdaad. Ja. Hij won niet, Sjors Ulté. Stijbo, kan jij genieten van Velasquez nog of niet? Ik vind het echt heel moeilijk. Want hij doet dus de hele tijd dat tegengestelde. Dus hij is dan de hele tijd heel agressief aan het coachen. En de hele tijd aan het schreeuwen. En je hoort eigenlijk continu zijn stem ergens op de achtergrond door een microfoon. En dan scoort Fortuna. En dan gaat hij zo heel cool zo. Wrijft hij zo in zijn handen, draait zich om. En dan gaat hij met een assistent op zo'n bord staan tekenen. Dan denk ik, als er een moment is dat je blij moet zijn, is het nu. Maar hij snapt dus wel hoe de camera werkt. In tegenstelling tot Van der Sar. Ja, moet. Ja, ja. Heel goed. Free Velasquez, helemaal naar Ajax. Free Velasquez. Nou goed, een hele belangrijke overwinning voor Fortuna. En bij Cambuur, staat 17e. Mag ik wel één tip nog aan de KNVB geven? Oh, dat mag altijd van mij. Deze wedstrijd niet op zondagavond plannen. Oh ja. Het is echt best wel zielig als je zondag om 16:45 begint en je moet als uitsupporter 310 kilometer rijden. We hadden het opgezocht. En de eerste route is dan gewoon over Arnhem en Nijmegen. Maar dit is zo'n geneuzel, hè? Wat denk je dat ze in Duitsland... Volgens mij maken dit zo groot, weet je. Kom op, ja, maar Sander, er zijn 8 wedstrijden niet om 16:45, hè? Ja, Sander, nou dan moet je bij de Driet in Halber gaan zitten en dan kan je prima agenderen. Alsof mensen uit Sittard iets anders te doen hebben, of zo. Wat is dat nou voor gedachte? Voor de rol 300 kilometer. Ja, man, dan zien ze nog eens wat. Leren ze fatsoenlijk Nederlands onderweg? Weet ik veel. Ze zijn heel goed. Nee, maar dat is wel lang genoeg onderweg, zijn we niet. Ja, dan leren ze meer Duits. Ja, dat is waar. Oké, goed. Goed, ik heb de Waalwijkers beledigd. Je hebt nog 2 mogelijkheden. Oké, ik ga mijn best doen. Volendam tegen Groningen. Denk eens toch aan. Dat wordt makkelijk. Volendam is beledigen. Wat verdomme. Dat is niet zo moeilijk. De laatste wedstrijd. Volendam tegen Groningen. De Giro 5-5 actie die we vorige speelronde in het leven hebben geroepen. Die Snijboon in het leven riep om Van der Reet te helpen. Die leek niet te helpen. Groningen kwam nog 2 keer langs zij. Maar de derde voorsprong voor het andere oranje bleek de Groningers te machtig. Zo werd het 3-2 voor Volendam. Een rampweek voor Groningen en een droomweek voor Volendam. Na het punt al tegen Ajax. Tim, ik bid je. Kan je me iets vertellen waardoor Van der Reet niet suïcidaal wordt? Dat kan ik wel. Kennen jullie de Eat the Frog strategy? Of niet? Nee. Mark Twain heeft ooit gezegd van... if you have to eat... Laat mij eens even uitpraten. Ga door. Ik ben heel benieuwd. Laat me uitpraten. Toch een begin van een verhaal. If you have to eat a live frog, do it the first thing in the morning and nothing worse will happen to the rest
Of the day. Juist. Ja. Dus wat betekent dat? Je moet het allerkutste altijd eerst doen en daarna valt altijd alles mee. Dennis van der Ree begint zijn trainerscarrière in het allerzwartste dieptepunt ooit. Mm-hmm. Dus het kan niet slechter. Dus het wordt hierna hartstikke leuk voor hem. Heel goed. Ja, helpt dat? Ja, dat helpt. Wat moest je nou lachen? Nou, je begon opeens over kikkers en Mark Twain. Terwijl normaal is het een beetje altijd Edwin van der Sar qua verhalen die je vertelt. Wie is Mark Twain eigenlijk? Ik weet het echt niet. Nee. Ik heb wel Shania Twain. Die had ook een eat the fuck strategy. Het zijn beide hele goede schrijvers. Tim. Ja. Oh, het is zo erg dat je dit meent. Ja. Nou, goed, Shania Twain, ja. Zo. There's only one way up hè, voor Dennis van der Ree. Zeker. Ja. En Volendam heeft het momentum, hè, zeggen ze dan. Ze zeggen het, ja. Meeste punten behaald na AZ in 2023. Echt knap. Meer dan de rest van alle andere ploegen in de Eredivisie. Ze staan nu netjes 15e met 16 punten. Sander, ik ga niet vragen over Volendam. Ook niet, hoort niet in de Eredivisie. Ik ga je niks vragen. Incestueuze palingvissers. Afschuwelijk. We zijn live, hè? Ja. Goed. Tim, wat wil je zeggen? In 2023. Ja. We zijn toch een maand onderweg? Ja. Ja, dat vind ik een beetje een waardeloze statistiek. Hoezo? Alleen AZ? Een waardeloze statistiek. Ja, maar Gijs. Ik heb toch gezegd dat toen Marie Stijn... Meer punten dan Ajax, Feyenoord, PSV. Ik heb vorige week gezegd, toen Marie Stijn, sinds Stijn is aangesteld... dus dat was echt 4 wedstrijden voor het eind van vorig seizoen... Ja. hebben alleen Feyenoord en PSV meer punten gehaald dan Sparta. Kijk, dat is nog eens een statement. Ja, dus dan de rest van de statistieken ter wereld doen er niet meer toe. Nee, zijn argument om jouw statistiek onderuit te halen... is letterlijk zeggen, ik had pas een goede statistiek vorige week. Ja. Nou ja. En nog wel opvallende verschijning, jongens, bij deze wedstrijd. Met de lookalike vergelijken we altijd iets of iemand van binnen de lijnen... met iets of iemand van buiten de voetballijnen. En vandaag is hij door 3 verschillende mensen ingestuurd. Let vooral op het gezicht. Mm-hmm. Steve-Prins, Jorg IJsing en Tom Kazemier hebben deze allemaal ingestuurd. Mm. De nieuwe aanwinst van FC Groningen bleek niet alleen goed in te kunnen gooien... maar ook goed te kunnen golven. Hij is namelijk Gareth Bale. Dus kom dat zien op onze social kanalen. Kijk naar het gezicht en vergeet de rest. Wist jullie dat Gareth Bale letterlijk op de PGA gaat golven vanaf volgende week? Dit is een toernooi waar ze amateurs aan profs koppelen. Dus hij is echt nog geen maand gestopt met voetballen... en hij gaat nu al serieus golven. Als amateur of als prof? Nou, hij is als amateur dan gekoppeld. Ja. Maar hij kan het dus blijkbaar echt heel goed. Want ik wist dat helemaal niet. Maar hij heeft in Madrid had hij dus echt een golfbaan aan. Of in Wales heeft hij zich echt een golfbaan laten aanleggen in zijn achtertuin. In Madrid dacht ik ook. Om al te kunnen trainen. Ja. Huh. Is toch ziek? Ja, dat is wel vet. Wensen van de vier alle succes natuurlijk. Hm? Toch? Wensen we nog alle succes toe van de vier of niet? Ja, ja, best op lak. Ja. Ja, jongens, we zijn er doorheen. Alle 9 wedstrijden doorheen geramd. Iets meer dan 3 kwartier, Tim. Dankjewel. Snijboon, super bedankt. Sander, dankjewel dat je aanschoven met je Zweedse invloeden. Kijkers, luisteraars, bedankt. We zijn er woensdag weer. Dan is Sander ook weer terug. Woensdag sympathiek. Dan hebben we natuurlijk persconferentie. Komt ook weer online op YouTube en op podcast. Dus ga dat luisteren of kijken.